Het zou overigens wel een soort facelift veroorzaken. En dan zorg je echt dat het super mooi in elkaar overloopt. Oké, dit is dus mijn eigen haar. Dus ik ga je laten zien hoe ik ze inklip. Ik heb ze trouwens hier naast me liggen op de bank. Ik zal trouwens heel kort even vertellen over die hair extensions die ik zo dus in ga klippen. Momenteel heb ik hair extensions van Emily, of nou ja, MLI Crack hair extensions schrijf ik in ieder geval. Ik heb daar een review over geschreven op mijn blog op blessmagazine.com. Nou, mocht je nou niet zo heel veel verstand hebben van hair extensions, even in het kort. Sowieso, je hebt echt haar en je hebt nep haar. En nep haar ziet er vandaag de dag vaak heel goed uit. Het ligt eraan natuurlijk wat voor kwaliteit je hebt. Je hebt tegenwoordig ook thermal fiber hair. En dat ziet er echt uit als menselijk haar. Maar mijn voorkeur heeft altijd nog gewoon het echte menselijke haar. En Remy hair is gewoon de allerbeste kwaliteit. Dat Remy hair houdt namelijk in dat het haar eerst is ingevlochten. Vaak mensen uit India. Het is vaak India's haar. En dat is gewoon hup zo afgeknipt. En zo wordt het ook verwerkt tot extensions. Dus de haarschubben liggen echt gewoon één kant op. Waardoor ze niet in de knoop raken. Dus dat haar dat valt eigenlijk gewoon zoals je eigen haar ook valt. Je hebt ook goedkopere hair extensions. En dat is vaak niet Remy haar. En dan zijn het gewoon overblijfselen. Of haren uit een kam geplukt die over zijn gebleven. En dat wordt dan verwerkt tot een matje haar. En dat gaat gewoon als een soort haarbal in je nek zitten. Dat wil je echt niet. Sowieso vind ik, hair extensions zijn gewoon prijzig. Dat is gewoon zo. Maar het is wel een investering. En als je een goede investering. Als je het gewoon goed verzorgt en goed bijhoudt. Dan heb je daar echt wel, ja, ik heb jarenlang sommige sets kunnen gebruiken. Dus daar kun je echt wel heel veel gebruik en plezier uit halen. Ik ga gewoon nu even laten zien hoe ik ze inklip. Ik heb twee sets trouwens door elkaar. Ik heb één keer de set van Emily besteld. En die kwam ongeveer tot hier. Dat was 40 centimeter haar. En een tweede keer heb ik 50 centimeter haar besteld. En ik vond het eigenlijk wel heel mooi om die een beetje te blenden door elkaar. Want dan krijg je wat meer lagen. En aangezien mijn eigen haar, nou ja, hartstikke kort is, valt het dan wel mooi in lagen. Oh, sorry. Mijn hond ligt hier naast me te knagen op een bordje. Goed zo. Kijk, ik heb best dun haar. Als je dan heel veel matjes haar in je hoofd aan je hoofd wil klippen, dan kan dat gewoon best veel zijn en best wel zwaar aanvoelen. Dus wat ik heb gedaan is gewoon clipjes eraf geknipt. En twee matten die even breed zijn aan elkaar genaaid. Dus gewoon bovenop elkaar gelegd. En dan met stevige draad aan elkaar naaien. Waardoor je gewoon iets meer haar hebt aan clipjes. En ja, dat neemt gewoon minder ruimte op je hoofd in beslag, om het zo te zeggen. Goed, ik ga het nu laten zien. Ik begin in ieder geval altijd... nou, even doorkammen. Dat is ook niet verkeerd. Zo. Even schuin zitten. Ik begin eigenlijk altijd net onder mijn oren. En met mijn nagels, maar ik kan ook een kam gebruiken, maak ik dan een soort scheiding zo. En dan clip ik... Ik heb helemaal geen clip. Ik heb een elastiekje. Doe ik dat haar even omhoog. En dit is meteen mijn allergrootste tip. Kijk, dit haar. Daar gaat eigenlijk de eerste mat aan hangen. Maar dit haar hangt in principe los als je er niks mee doet. Dus als je dan je lange haar zo naar voren haalt, dan blijft deze sprietjes, in mijn geval sprietjes, blijven er altijd op liggen. En dat zie je heel erg goed. Dus wat ik dan doe, ik heb hier een super minuscuul elastiekje. Je kan het bijna niet eens zien. Nou, daar gaat hij ook, top. Dat is echt een super klein elastiekje, maar wel heel, heel rekbaar. Die pak ik. Deze sprietjes, alles wat voor je oor valt, dat staat heel raar als je het zo naar achter trekt. Het zou overigens wel een soort facelift veroorzaken. Dus die plukjes voor je oren, die laat ik gewoon loshangen. En dit wat dan achter overblijft, dat maak ik vast met een elastiekje. Ik hoop dat jullie het kunnen zien, ik heb echt geen idee. Want ja, daar hangt toch altijd haar... Ja, gewoon hier naar achter. Dus dat dit dan los hangt, dat zie je niet. Want daar valt ook al het haar overheen. Maar dit is dan hoe het eruit ziet. Dit is een matje met drie clipjes. Klippen is trouwens echt super easy. Staat nu open. En nu is hij dicht. En ik heb wel eens verhalen gehoord van meiden die dan dat zo in hun haar hangen. En zeggen, ja, het valt eruit. Blijft niet zitten. Nee, want ze moet nog wel dicht klippen. Heel simpel. Maar goed, wat ik dus doe... Oké, ik draai ze eigenlijk altijd een beetje als het ware in mijn haar en dan klip ik ze dicht. Nou, ik ga er even omdraaien. Hopelijk kunnen jullie het zien. Eerst dat in het midden.
En je voelt vanzelf of die wat haar heeft gepakt. Om ze aan te hangen. Oké, dat is matje 1 klaar. Dan haal ik een volgende laag. En meestal doe ik die ter hoogte van mijn, ja wat is dit, je jukbeenderen. Zo. En dan pak ik de allerbreedste, want ja, dit is ongeveer het breedste deel van je hoofd. Dit is dan een hele dikke laag, want die heb ik dus ook aan elkaar genaaid. Ik weet niet of je dat kan zien. Ja, dat kun je wel zien. Een set van 50 centimeter en 160 gram haar. Dus alleen op dit stuk is 160 gram haar. En hij heeft 5 clipjes. Even allemaal open. Gaan we even omdraaien en gaan we eerst het midden vastklippen en dan de zijkanten. Zo snel kan het gaan. De volgende laag gaat daar weer net iets boven. Zo. Even kijken, welke pakken we dan? Dan pak ik eigenlijk net zo'n soort laag. Maar dan is dit van de set van 40 centimeter. Dit is dan weer een stukje korter. En hier heb ik dan de uiteindes wat dunner gemaakt, zodat het mooier overloopt met die andere laag. Dus hier beginnen we ook in het midden. Maar ja, even omdraaien. Zo. Kijken. Je ziet nu dus dat, dat het eigenlijk best wel mooi in elkaar overloopt. Terwijl deze laag toch echt iets korter is dan die daaronder. En ook een iets andere kleur. Maar ik vind het zelf ook wel mooi. Want mijn eigen haar is ook niet helemaal één kleur. Dus dan blendt het juist alweer mooi. Nou, dat is... even kijken. Dat is het voor bovenop je haar. Want ja, je wil niet dat je hier bovenop je achterhoofd, laat maar zeggen, die clipjes ziet zitten. Dus wat ik dan doe is, nog één stukje daarboven een scheiding maken. Zo. En dan kan hier nog een clipje aan hangen. En dat is deze. Dat is er eentje met 2 clipjes. Zo. Klik. Klik. Andere kant hetzelfde verhaal. Een scheiding maken. Hier zo. En dan hebben we hier ook weer eentje met 2 clipjes. Die zijn al open. Best wel dicht bij mijn haarlijn doe ik dat. Want dan loopt het ook gewoon mooi langs je gezicht. En dan hier nog een klik. Nou, nu heb ik al mijn haar in. Maak er even een scheiding. En nou ja, als je het zo laat zitten, dan gaat het natuurlijk niet echt mooi blenden. Dus... eigenlijk het belangrijkste om je hairextensions mooi in elkaar over te laten lopen met je eigen haar is gewoon het heel goed doorkammen. En ik denk dat ik het voor vandaag gewoon even lekker zo laat. Ik ga het niet stylen verder, niet stijl maken of krullen. Maar dat zorgt over het algemeen wel voor de allermooiste blending. Dus dat je bijvoorbeeld dit zo, dat doe ik dan wel vaker zo. Zet ik dit apart. En dan ga ik gewoon dit sok plukken met mijn eigen haar erbij. Ga ik gewoon of stylen of krullen. En dan zorg je echt dat het super mooi in elkaar overloopt. Maar we hebben vandaag even geen zin in. Goed kammen. Zo, dat is al één kant. Ja, je ziet het verschil eigenlijk al. Als je dan... dit ga ik nog even trouwens ietsje meer toperen. Beetje volume. Maar je ziet het eigenlijk al. Als je het gewoon goed netjes doorkamt... dan blendt het eigenlijk hartstikke mooi. Ook even toeperen hier bovenop. Het is grappig, ik heb geen spiegel voor mijn neus of zo staan. Dit deed ik echt puur op gevoel, want dit doe ik natuurlijk elke dag.
Maar ik kan mezelf zien in mijn camera. Dus vandaar dat ik even een beetje zo met zo'n half schil oog zit te kijken. Nou, daar hebben we het. Mijn lange, volle haar. Even goed laten zien. Doordat ik dus nu dat staartje, hier zie je hem dus achter in mijn nek hangen. Maar doordat ik het staartje heb en daar het haar overheen valt. Als je dan dus zo al je haar naar voren haalt, zie je niet die kleine plukjes. Ja, hier misschien eentje. Nou, goed, die heb ik dan niet super goed weggewerkt. Maar in principe zie je zo totaal niet dat je hair extensions in hebt. En ik zal het ook nog even van de achterkant laten zien. Goed doorkammen. Ja, dit is het dus. Super easy. Nou ja, weet je, soms heb ik gewoon niet zoveel zin om de volgende dag weer dit om in te hangen. Ook al kost het helemaal niet veel tijd. Dus je kan hier gewoon prima mee slapen. Want die clipjes zijn helemaal niet zo heel dik of zo. Dus ja, het went wel om daarop te liggen. Wat ik wel zou aanraden als je dus hair extensions, clip en hair extensions wil dragen. En je wilt ermee gaan slapen. Om gewoon even twee vlechtjes te maken zo. Want dan gaat het gewoon, dan heb je gewoon niet het risico dat het helemaal in elkaar gaat zitten in je slaap. En dan zit het de volgende dag gewoon weer hartstikke netjes. Nou, dat is dus hoe ik mijn hair extensions inklip. Als je het een leuke video vond om te zien, ik zou zeggen geef hem een duimpje omhoog. Abonneer je op mijn kanaal. En dan staan er binnenkort weer veel meer leuke video's voor je klaar. Dankjewel voor het kijken. Doei doei!